Mediaraven is opnieuw op zoek naar de beste kampkok van het jaar. Maar wat is nu een ideale kampkok? Voor mij is de ideale kampchef iemand die betrokken is in de giro en die ook natuurlijk lekker eten maakt. Hè. Iemand die dingen vers maakt. Iemand die heel origineel is in zijn eten. Iemand die elk jaar iets anders maakt. Elk jaar op kamp hetzelfde is ook niet echt leuk. Het is ook goed dat ze rekening houden met bijvoorbeeld oude oven hebben op kamp. Dat ze dan kijken om pizza te maken, zodat het iets nieuws. En ze komen zelf ook maar voorstellen en ze gewoon rekening met iedereen. De 4 uur eigenlijk is voor mij heel belangrijk, want aan de platte rest heb ik wel zin om iets lekkers te eten. Wat de meesten eigenlijk wel graag lusten is de kots. Dat zijn ertjes, patatjes en zalmossen door elkaar gemixt. En de kleintjes lusten dat wel graag. Dat zal frietjes met stoofvlees zijn. De belegde broodjes, dan heb je het al zelf kunt kiezen wat je er allemaal tussen legt. En ik heb er wel veel tussen. Iets warms heb ik liever voor 's avonds. Geen boterhammen of zo. Dus misschien is dat wel een tip voor de kookploeg. En mijn favoriete kamprecht is in feite frieten, maar dat is nooit op kamp. Dus dat is wel op kamp. Frieten, ze maken nooit geen frieten. Als ik dacht altijd, altijd friet met toon. Ah ja, het is wel. Ik vind de paella lekkerder op kamp dan thuis. Dus ja, lekker koken, hè.